Okay. Kwijlende wezens, geesten, afgehakte ledematen vullen bioscoopzalen. We kijken enge films, vertellen spookverhalen en verkleden ons als monsters al vanaf onze kindertijd. Nou, horror is eigenlijk nu populairder dan ooit, zoals we ook zien in de zaal. Alleen geldt het nog niet helemaal Nederland, blijkbaar. Maar hoe komt dat nou? Wat is horror eigenlijk? En hoe weerspiegelt horror onze maatschappij? Ik wil er ook bij zeggen dat het programma is gemaakt door onze Bali Academie, dat is de huidige lichting. En dat zijn Shane Bervik en Melody Boersma. Een warm applaus voor hen. Maar dat zijn niet de enige sterren van de avond. We hebben natuurlijk ook fantastische sprekers aan tafel. En we beginnen eigenlijk met filmfragmenten uitgekozen door Martin Koolhoven. En gaan daarna met verschillende makers over die fragmenten in gesprek. Over het algemeen komt er een producent of regisseur of een production designer bij ons met de vraag of met een scenario. En in dat scenario een scène of meerdere scènes. Waarin er iets gebeurt met een monster of een object of een dier. En ja, daar moeten wij een realistische vertaling van maken eigenlijk. En dat doen we in de breedste zin van het woord, van stuntwapens. Inderdaad, dieren, zombies, aliens, verwondingen, vervormingen, ouder maken. En deze meneer? Dit is eigenlijk een soort van oude handpop, een soort traditionele handpop. En ik kan hem wel even demonstreren. Oh, je kunt hem ook, oké. Okay. Dus ik werk heel veel samen. Ik deel een atelier met mijn collega Vincent van Studio Mensink. En hij is gespecialiseerd in mechanieken, 3D-printen, productontwerpen, dat soort dingen. En ik ben gespecialiseerd in het boetseren, de mallen maken en het decoreren. En samen hebben wij een soort gekke niche gevonden van bewegende poppen en dingen. En ik zal even een demonstratie geven. Want het is een redelijk vervreemdend effect om het ineens tot leven te zien laten komen. Oké, ik zal even vasthouden. Oké. Okay. En dan staat iemand dus ook in die film heet met zijn hand in die pop. Of? Ja. Oké. Okay. Sorry, ik vind het ook best eng. Nee, ik had dat niet. Dus in de film, het gaat erover iemand die vindt het op zolder eigenlijk. Dus er wordt de hele film gespeculeerd van, nou, er zit iets op zolder. En dan steekt iemand zijn hoofd door het luik heen en die kijkt met een zaklamp. En dan kijkt ze dus vol in zijn ogen. Oh. Maar dit is dan 2 maanden werk en je ziet het denk ik nog geen seconde in beeld. Uiteindelijk. Oh, een heel nederig beroep dus ook eigenlijk. Ja, en ik zeg ook altijd als we iets maken, dan zeg ik laat het zo min mogelijk zien. Maak het zo donker mogelijk. Zorg dat het regent, dat er rook is, whatever. Maar waarom dan? Want je wil ook jouw kunst tentoonstellen, toch? Ja, maar het blijft een pop natuurlijk. Dus je wil het niet verkopen als pop. Je wil het als een effect verkopen. En het moet ook impact hebben op de kijker. En als je ik denk dat als je het te goed uitlicht en je laat het te lang in beeld, dan krijg een menselijk oog is echt getraind om dieren en mensen te herkennen. Ja. Dus je ziet heel snel, het is een soort uncanny valley. Als er iets niet klopt, dan heb je hersenen dat meteen door. Oké, en heb je soms films teruggezien waarin je zag dat je pop dan niet helemaal tot zijn waarde kwam? Of tot terecht kwam? Ja, dat zie je best wel veel. En je ziet het eigenlijk voornamelijk, een van de moeilijkste dingen is iemand oud maken. Want je ziet iedere dag oude mensen. Je weet precies hoe een oud persoon eruit ziet. Ja. Dus op het moment dat het net niet klopt, dan zeg je hersenen, nee, dit klopt niet. En wat is dan een voorbeeld waarvan je denkt, dat moet precies goed zijn, want dat zien mensen als eerste? Ja, dat zijn een heleboel kleine dingetjes. Dat heeft met textuur, met vorm, met hoe je rimpels vallen, hoe de huid plooit, waar de rimpels zitten, ja. hoe diep ze zijn. En dat is van prothese die je dan op iemand plakt? Of? Ja, klopt. Okay. En je voegt altijd materiaal toe, dus het is ook moeilijk om soms dingen, diepe holtes of dingen te bereiken. Oké, nou, we gaan dat vanavond nog verder uitbreiden, want jij gaat vanavond demonstreren. Wat ga jij maken? Ja, ik ga een soort tribute make-up doen aan American Werewolf in London. Er zit een karakter in die heet Jack en die wordt door de weerwolf gepakt. Okay. Dus we gaan iemand uit het publiek gaan we make-uppen.
Maar terwijl Rolf de bezoeker onder handen neemt, gaan wij verder. Want ik wil twee fantastische sprekers uitnodigen aan tafel. Dat is Martin Koven en David-Jan Bronsgeest. Kom erbij, welkom. Aan het gejoel te horen kennen jullie ze allebei, maar ik ga ze toch nog voorstellen. Want Martin Koven, jij bent filmregisseur van onder andere Oorlogswinter en Brimstone, die in 2017 de grote winnaar was van de Gouden Kalveren. En David-Jan Bronsgeest, jij bent filmregisseur. Jij studeerde af met Broker aan de Filmacademie. En vervolgens regisseerde jij de absurde serie De Pudding Club. En jij hebt het ontwikkelingstraject gedaan van Koven gepresenteerd. En hier maakte jij de body horrorfilm Binary. En welkom, daar gaan we het later over hebben. Dankjewel. Fijn dat je weer zijn. Nou, dan gaan we even terug naar jouw eerste horrorfilm, Martin. Want herinner jij je die nog? De allereerste. Ik weet niet of het de allereerste horrorfilm was die ik zag. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel de eerste echte film die echt eng was. Dat was Halloween deel 2. Toen ik bij mijn tante ik ging logeren. En ik kwam binnen en die film begon net. Dus ik ging daar gewoon zitten. Ik wist van niks en ik zag Halloween 2. En dat vond ik doodeng. Maar daar kan je twee reacties op hebben. Of je hebt van, wat veel mensen hebben van, nou, dat is dus niks voor mij. Dat wil ik nooit meer. Mm. Nee, ik vond het geweldig. Dus, maar ik weet niet, er is iets dat als het een film lukt om je echt bang te maken. Ja, ik vind dat leuk. Maar wat maakt je dan bang in die film? Nou, in die film, dat is eigenlijk, ik weet niet of mensen het gezien hebben, maar je hebt de eerste Halloween, die heb ik dus daarna gezien. Dat duurt eigenlijk vrij lang voordat het moorden begint. Want dat is de film die het slasher-genre eigenlijk een flinke duw heeft gegeven. In de jaren 80. Eigenlijk is het de jaren 70, maar in de jaren 80 kwam het hoogtepunt. En dit is het vervolg. En die begint letterlijk waar het eerste deel eindigt. En waar in de eerste dus een hele opbouw zat. En dat het bijna een soort van opluchting is als er gemoord wordt. Want daar zit ik de hele tijd maar op te wachten. Mm-hmm. Bij die tweede is het gewoon de ene kill naar die andere. En het is, wat dat betreft is het ook een veel minder interessante film. Maar ik was nog gewoon heel jong. Nou ja, film mee. Ik denk 13 was of zo. En ik vond het doodeng. Ja. En bij jou? Soortgelijk verhaal. Ik was iets jonger zelf. Ik denk ook altijd de beste horrorfilms die je herinnert. Dan ben je eigenlijk veel te jong dat je ze mag zien. Ja, dat was bij mij ook zo. Ik was denk ik iets van 9. En toen klom ik stiekem naar beneden. Het was mijn vader, de originele It aan het kijken. Oh ja. En precies de scène. Dat is George, met de clown, toch? Met de clown. En dat Georgie zeg maar de put ingetrokken wordt. Oh, nou, dat was ongeveer mijn leeftijd. Dus ik zag Georgie, ik zag de put en ik dacht, oké, dat had ik niet mogen zien. Maar ik ging naar boven en ik was dus een beetje hetzelfde als Martin. Ik was dus gefascineerd. Ik was wel heel erg bang gelijk voor clowns. Maar ik ging dus gelijk de dag erna al mijn vriendjes vertellen van, yo, er zijn clowns hier, we moeten oppassen. Want ze kunnen tevoorschijn komen, je moet oppassen voor de putten hier. Dus ik ging eigenlijk het verhaal doorvertellen. En op een gegeven moment de fascinatie voor kinderlokkers, die was toen heel erg. Eigenlijk gewoon het gevaar. Dat was bij ons in de buurt een beetje een ding. Was er een zwart busje ook. Waarin dus ouders zeiden van pas op voor het zwarte busje. Want blijkbaar zijn er in de jaren 90 was het nog best wel een gevaar voor kinderen. Nu minder volgens mij wel. Vanwege alle social media en kinderen komen niet meer buiten. Maar wij allemaal wel. En mijn ouders wisten ook niet waar ik was. Maar goed, vanuit daar ben ik soort van wel die van, ja, van de fantasie en de angst. En dat vond ik heel vet. En zo is het horror bij mij een beetje gaan leven. Maar ik hoor dus bij jullie allebei dat het eigenlijk al heel jong is begonnen. En ik merk dat best wel vaak is. Waarom is dat dan? Omdat het niet mag misschien? Ja. Nou, ik denk, maar even los van wat voor genre dan ook. Ik denk dat de meeste mensen, als het om film gaat, op jonge leeftijd heel erg geraakt worden. Dus dat kan ook, ook met andere genres, denk ik, dat zo is. En, maar horror heeft dan inderdaad ook nog wel een soort randje van subversiviteit, weet je wel. Of dat je het eigenlijk niet mag zien. Dus dat heeft wel iets extra's wat dat betreft, ja. Ja. Ja, en de ervaring samen toch, met je vriendjes ook. Ja. Dat je samen bang kan zijn voor een weerwolf en dat je elkaar bang gaat maken. Ik denk dat dat wel een connectie ook, ook heeft, lijkt me. Het is een beetje dat opjutten van elkaar ook dan. Ja, dat doe ik nog steeds wel als ik een horrorfilm kijk. Okay. Maar we hebben het nu eens het over horror, maar ik ben eigenlijk ook benieuwd, hoe zouden jullie allebei horror definiëren dan? Wat is een horrorfilm? Ja, het is best lastig. Als je dit. Maar ik denk toch dat het verschil is dat een thriller dat richt zich op spanning. En dus op suspense. En horror is griezelen. En dat richt zich op angst. Ik denk dat het dat
in principe de basis is. En dan heb je nog steeds films die ik dan wel horrorfilms vind, maar die niet per se heel eng zijn. Die zijn er ook, weet je. Dat zijn wat gotische. En dat heeft er ook mee te maken met, ja, of het horrendous is. Dus of het basisidee... ja, het is lastig uit te delen. Sommige dingen op de grond vallen en je knieën, dat is niet per se horror. Maar op het moment dat iemand zijn nagels uit gaat trekken, dan wordt het horror. Op het moment dat je ziel op het spel staat, dan is het horror. Maar suspense is dan toch ook horror, omdat je naar naartoe kunt bouwen? Nee, maar suspense is spanning. Dat is anders. Dat is, ik heb ook het idee, maar dat is een theorie, als je een thriller kijkt en het is suspense, dan kan je wel een soort van nagelbijtende spanning hebben. Mm-hmm. Alleen dan is het altijd dat je bang bent plaatsvervangend. Dus je hebt altijd... bang dat diegene die op het beeld is, dat die gepakt wordt. Of weet ik veel wat. Of dus heb je minder die schrikmomenten. Met horror wordt het ook meteen persoonlijk. Dan word je ook bang voor jezelf. Ook al is het niet, ben jij het niet waar het over gaat. Dan, als je dan wegloopt en dan kijk je ook gewoon in het donker, kijk je van, wacht eens even, wat zit daar? Met het? Dat kent iedereen. Als je een hele enge horrorfilm hebt gezien, en je loopt de bioscoop uit, of je loopt van thuis, je loopt naar je bed toe, en het is net even te donker, dat je denkt van, wacht even. Dat voelt niet lekker. Dus horror draag je ook een beetje bij je nog daarna. Ja. Neem je mee. Ja. Ben je het daarmee eens? Ja, ben ik het al mee eens. Ja. Je neemt het mee naar huis. Mm. Ik denk ook wel wat je vaak... Het verschil tussen terror en horror is ook... Maar terror is vaak de jumpscares, de gore. Wat heel veel mensen heel vet vinden. Maar dat is dus ook in horror, terror. Dat zit ook in horror. Alleen de horror voor mij zijn vaak de gedachtegangen die over jezelf gaan. Vaak als ik een horrorfilm kijk en hij spreekt mij persoonlijk aan. Ik had met Talk to Me, wat ik echt een briljante film vond van de afgelopen 2 jaar. Wat heel... Hele nieuwe moderne film was, maar gewoon hoe ver zou jij gaan om zeg maar in touch te kunnen zijn met iemand die overleden is en wat heb je ervoor over? Ja, ik ging daar persoonlijk wel over nadenken. Ik heb mijn beste vriend verloren, het werd een persoonlijk verhaal. Weet je, ik dacht, wat zou ik doen om nog met hem in contact te komen? Wat zou ik ervoor opofferen? Ik ben er wel over gaan fantaseren, ja. Dat kan goede horror wel bereiken. Worden er ook heel veel horrorfilms gemaakt in Nederland? Nee, er worden niet heel veel horrorfilms gemaakt in Nederland. Nee. Nou, er is wel verandering aan het komen. Er komen nu toevallig 3 speelfilms uit dit jaar van Nederlandse grond. Dat is wel tof. Ook heel veel jonge makers die de kans nu krijgen. Heel veel jonge producenten die ook jonge makers weer verbinden. En het fonds dat nu ook toch wel meer in horror gaat geloven. Ja. Mr. Koolhoven himself die natuurlijk ons ook de kans heeft gegeven om 6 films te maken. Ik denk wel dat er heel veel talent is die het zou kunnen doen. En ik denk ook dat het publiek het heel vet vindt om weer naar Nederlandse horrorfilms te gaan. De laatste, ik vond dus persoonlijk Dick Maas films heel vet. Echt waar, gewoon nog steeds als ik daar naar kijk, denk ik, hoe heeft hij het gedaan? Super vet, connecten met de Nederlandse cultuur. Brutaal, gewoon gory, hard uitgesproken. Zoals bijvoorbeeld Amsterdam. Amsterdam komt een remake eraf, er komt deel 2. Maar de Lift ook, weet je. De Lift, het was gewoon vet uitgesproken. De Nederlandse cultuur werd er goed in vertegenwoordigd. Er werd lekker veel in gescholden. Er was seksualiteit in te zien. Ik mis het gewoon echt in de Nederlandse filmwereld op dit moment. Dus je mist dat rauwe randje eigenlijk dan? Ik mis het rauwe randje, ja. Monique, jij bent producent en oprichter van het Rotterdamse filmproductiebedrijf Makeway Film. Dat gespecialiseerd is in het maken van horror, sci-fi en fantasy. Je hebt onder meer Exhibit 8 geproduceerd, De Openbaring en recentelijk De Witte Wieven. En Bodil, jij bent scenario schrijver. En vorig jaar schreef je het scenario voor Trauma Porn Club. Een film van Michael Middelkoop. En jij schrijft vooral genrefilms vanuit een vrouwelijk perspectief. Ja. Klopt dat? En dat, het was ook binnen het Koolhoven traject. Ja. Nou, laten we Patricia Pisters van... zij is hoogleraar Mediastudies. Zij wilde vandaag heel erg bij zijn, maar dat is niet gelukt. Dus zij heeft een videolezing voor ons gegeven. En zij heeft ook wat scènes voor ons uitgelicht over vrouwen. Laten we daar ook naar kijken. Mannelijkheid en vrouwelijkheid en seksualiteit is altijd al onderdeel geweest van de horrorfilm. En in de klassieke horrorfilm, denk aan King Kong, was het altijd heel duidelijk dat het monster is mannelijk, hè, ook Dracula. Het slachtoffer is vrouwelijk. Daar was eigenlijk geen speld tussen te krijgen. Maar in de jaren 70-80 kwam er een heel nieuwe golf aan horrorfilms, hè, de moderne horrorfilm, waarin dat element van vrouwelijkheid, mannelijkheid, seksualiteit opnieuw weer werd ingevuld en op een net iets andere manier. Er zijn in die tijd 2 belangrijke boeken geschreven die eigenlijk al die films bekeken hebben en onderzocht hebben van wat is hier nou aan patronen te herkennen. 1 boek is het boek Men, Women and Chainsaws van Carol Clover.
En zij laat erin zien dat in al deze nieuwe, moderne horrorfilms er patronen zijn die steeds terugkeren en ook elementen in de mise-en-scène en personages. En één van die personages is The Final Girl. Final Girl kennen wij allemaal nu als een heel gangbaar fenomeen. Maar zij liet zien, The Final Girl heeft bepaalde kenmerken. Zij is degene die het monster overleeft en ook vaak zelfs verslaat. Maar ze mag daarvoor geen seks hebben, er zijn regels. Ze is ook vaak, in ieder geval niet blond, maar donkere haarkleur. Ze is ook een beetje genderneutraal. Ze heeft een naam die mannelijk als vrouwelijk kan zijn. Dus The Final Girl heeft een aantal kenmerken. En is eigenlijk exemplarisch voor wat Carol Clover dus in dat boek vertelde. De manier waarop mannelijkheid en vrouwelijkheid aan het verschuiven is. En waar de hele tijd mee gespeeld wordt. Met name in het horrorgenre. Dan was er nog een ander boek, The Monstrous Feminine, dat verscheen over diezelfde films, waarin Barbara Creed, de auteur van het boek, een veel meer feministische lezing van het genre gaf. Ook hier weer is seksualiteit, mannelijkheid en vrouwelijkheid belangrijk. Maar haar argument gaat eigenlijk over het monster. En het monster, volgens Barbara Creed, is eigenlijk helemaal niet mannelijk, maar juist heel vrouwelijk. En zo zag ze eigenlijk bij heel veel films die angst voor het vrouwelijk en vooral de vrouwelijke reproductieve organen terugkomen. Opvallend is ook dat heel veel meisjes die, nou ja, denk aan The Exorcist, Reagan, zij wordt possessed op het moment dat ze voor het eerst menstrueert. Hetzelfde geldt voor Carrie natuurlijk. En dat is een terugkerend thema wat zij liet zien, dat overal in dat horrorgenre is er een angst voor de monstrous feminine. Wat ontzettend interessant gegeven natuurlijk is, bijna al deze films werden ook gewoon door mannen gemaakt. En wat heel interessant is, is vanaf de jaren 2000 zijn eigenlijk veel meer vrouwelijke regisseurs ook zich de taal van het horrorgenre gaan toe-eigenen. Het eerste opvallende kenmerk is denk ik dat het monster en het monsterlijke niet meer zo het andere is waar je bang voor moet zijn, hè, of waar je ook afstand van kunt nemen. Hè. Dat kun je walging of angst om het weg te duwen. Maar dat er heel veel een soort een blik naar binnen wordt geworpen. En er ook heel veel confrontatie is met de innerlijke demonen. Dat er veel meer dat perspectief van binnenuit wordt weergegeven. Dus dat is een heel interessant verschil. Wat ook opvalt is dat het emotionele spectrum veel groter is geworden voor in het horrorgenre. En dan was nog een ander verschil ook, hè, als vrouwen dan zich het genre gaan toe-eigenen, is dat er veel meer daadkracht ook bij de vrouwelijke personages komt te liggen. Dat zie je bijvoorbeeld in de rape revenge stories. Die waren er ook al in de jaren 70. Maar de hernieuwde versies daarvan, waarin eigenlijk al dezelfde plotelementen, een vrouw wordt verkracht en vervolgens gaat ze wraak nemen, die plotelementen worden opnieuw opgepakt, maar deze keer met zoveel meer daadkracht. Dus dat is ook een belangrijk verschil. Het is niet alleen maar passief en gered moeten worden of bezeten en in een bezetenheid dan wraak gaan nemen. Nee, het is actieve daadkracht. En dan is er nog een laatste ding wat me erg opviel. En dat is natuurlijk ook een meer gedeelder kenmerk, denk ik, in de hedendaagse horrorfilm. Dat de grenzen van het genre ook verlegd worden en allerlei verbanden aangaan met hele andere genres. Dus je hebt een incest-horror-drama. Het gaat dus ook over serieuze zaken, maar toch in de taal van horror. En wat ik ontzettend leuk vind, is dat er nu ook in Nederland eindelijk ook heel veel vrouwelijke, of best wel een aantal vrouwelijke regisseurs zijn die het genre ook aan het omarmen zijn. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Een Final Girl,
Dat kan natuurlijk wel. Ik zou niet weten waarom dat geen feministische waarde zou kunnen hebben. Je moet niet Alien bijvoorbeeld. Ik vind dat ik vind haar een hele sterke vrouw. En je zou kunnen zeggen dat die film een feministische uitstraling of iets feministische waarde heeft, omdat zij gewoon gewoon een kick-ass vrouw in de hoofdrol is, op een manier zoals ik die op dat moment, volgens mij, kan me niet herinneren dat ik zoiets heb gezien in zo'n soort film. En het is dan wel ook weer heel interessant dat in het eerste idee, in het eerste scenario, dat ze dan zo, dat het gewoon een mannenrol was. Mm-hmm. En het zou best kunnen dat het, omdat het op die manier geschreven is, dat het dus helemaal niet nagedacht is over wat is vrouwelijkheid en weet ik wat. Maar op een gegeven moment heeft iemand gedacht, maar waarom maken we er niet een vrouw van? En daardoor is het misschien interessant geworden. Maar het is wel zo. En uiteindelijk, wat ik heel goed vind bijvoorbeeld, is dat het op een gegeven moment heb je, ik weet niet of je de film kan herinneren, maar die gast die heeft dan zo dat ding op staan en zij staan er buiten en ze willen naar binnen. Mm-hmm. En die man dan, die wil eigenlijk open doen en zij is gewoon ijskoud. Ze zegt nee. En zij gaat op die punt staan, nee, we houden aan het protocol, we weten niet wat dat ding is. En zij is degene, en eigenlijk heeft zij gewoon keihard gelijk natuurlijk, mm-hmm. maar zij is degene die op dat moment, het zou, als je stereotyp zou schrijven, zou de vrouw de emotionele zijn? Nee, we moeten hem naar binnen laten, want het is zielig. En die gast die zou zeggen, van niks ervan. Maar het is hier andersom. Ja. En, en dan zie je dus een vrouw op een manier opereren waarvan je denkt, van ja, maar dit is gewoon wel echte persoon. En zij is goed in de baan, weet je wel. Ze is gewoon goed. En ze heeft gelijk. En ze en uiteindelijk verliest ze het daar, omdat die andere hoger in rang is. Dus die doet gewoon wel open. Maar ik... Daar is niets niet feministisch aan, laat ik het dan zo zeggen. Dat is gewoon heel sterk, dat vind ik. Ik denk ook, zeg maar, de Final Girl is iets wat verandert. En wat ze heel erg zeggen in die theorie is dat de Final Girl van begin jaren 80 was, of misschien zelfs nog daarvoor, was soort van wat meer jong, naïef, heel braaf. Ja. En overleefde meestal op geluk. En later zagen we met Omar Alien dat het veranderde naar een vrouw die heel slim was en street smart werd. En Freddy Nightmare on Elm Street had natuurlijk ook een soort van Nancy booby trapped een heel huis om Freddy Krueger te pakken. Daarna gingen we over naar de slasher films. En met Scream zagen we een Final Girl die wist dat ze de Final Girl was. Ja, en een nieuw level. Ja, ja. En daarna zijn we doorgegaan naar films zoals The Witch en Raw, waarin de Final Girl ook het hoofdpersonage was en het monster, eigenlijk. Dus ik denk dat dat wel heel interessant is, dat de Final Girl verandert, net zoals wij mee veranderen. En denk je dan dat vroeger horror dan werd meer door mannen gemaakt? Denk je dat er nu een hele andere blik op staat, nu meer vrouwen ook zich in die wereld begeven? Ik stel het jullie allebei. Nou ja, het is nog steeds heel erg minimaal. Ik geloof dat nog steeds minder dan 10% is van de regisseurs die horror maken die vrouw zijn. En sowieso. Heb je nu is over dat wereldwijd of in Nederland is dat minder dan nul of zo. Ja. Ja, nee, in Nederland is het helemaal nog heel. Er zijn, ik ken een aantal vrouwelijke regisseurs die heel graag horror maken. En ik denk ook dat de deuren daarvoor, wat David Jansrag ook al zei, wat meer open gaan. Er zijn meer initiatieven, zoals Martins serie, maar ook bij het Filmfonds staan ze er meer open voor. Maar ik ken eigenlijk nog niet zo heel veel vrouwelijke regisseurs die, ik kijk ook even Bodil aan. Die, nee, dat zijn, het zijn er gewoon niet zo heel veel. Nee. En de zes moest vinden. Nou, we hebben ongeveer alles wat benoemd werd, waar dan ook, als talent, ben ik toen gaan bekijken. En, hoeveel had je er van de lijst van 80? Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Zo ergens tussen de 80 en de 100 mensen had ik. En hoeveel dames zaten daar tussen? Nou, dat weet ik ook niet meer, maar echt heel weinig. Ja. En dus je merkt dat er in Nederland waar op zich, als je naar de regie kijkt, doen wij het best wel goed in vergelijking met andere landen hoeveel vrouwen dat er hier regisseren. Ik geloof dat het 42% is. Alleen,
genre is natuurlijk hier al sowieso een beetje een ondergeschoven kindje. Dat zijn niet zo. Maar dan ook nog eens vrouwen die die genre doen, dat zijn er heel weinig. Maar ik moet je eerlijk zeggen, op het moment dat ik horrorfilms laat zien in AI of zo, ja. Dan ook 80% wat er binnen zit is man. Dus het heeft ook iets met het genre te maken. Dat kan best zijn, dat zou je kunnen zeggen, dat het met een vrouw onvriendelijkheid te maken heeft. Of weet ik wat, dat van oudsher zo was. En dat het daarom. Maar ik denk toch dat er iets. En dat is iets wat we hopelijk op een gegeven moment wel langzaam verandert. Maar dat enge dingen kijken, dat op de een of andere manier op dit moment nog steeds toch wel mannen meer vaker leuk vinden dan vrouwen. Ook een stigma toch, dat je als vrouw dan bij een man. Mag ik daar alsjeblieft op reageren? Ja, natuurlijk. Kom op. Omdat ik denk, als we kijken nu ook naar de zaal, het is meer 50-50 vrouw, of misschien zelfs iets meer vrouw dan man. Ja, maar dat heeft ook wel met de aankondiging te maken. Ja, tuurlijk, omdat we hartstikke leuk zijn. Ja. Maar eigenlijk, als je kijkt naar de cijfers, het horrorpubliek is of 50-50 vrouw, of zelfs meer vrouw. Echt waar? Ja, The Ring was 60% vrouwelijk publiek, The Grudge 65%. En weet je of dat veranderd is door de jaren heen en of dat in Nederland anders is? Toevallig had ik Nederland is natuurlijk ook iets. Heb ik dan minder cijfers over op kunnen vinden. Maar die van vorig jaar zag ik dat het iets meer 50-50 was. Maar als we bijvoorbeeld ook kijken naar wie zijn er fan van true crime podcasts of documentaires, dat zijn ook veel vrouwen. Dat is ook echt heftig. Dat is keieng. Ja. Dus over het algemeen denk ik dat vrouwen heel graag naar horror kijken. En ook heel erg zichzelf erin terugzien en identificeren. En daarnaast weet ik ook heel veel vrouwelijke makers die ontzettend graag horror willen maken. Maar wat ik onder andere veel tegenkom is als wanneer ik in een meeting zit met een producent voor een project dat ik dan zelf heb bedacht, of waar een producent mij voor heeft gevraagd, er zit nog geen regisseur aan gekoppeld, is dat ik meestal dan mannelijke regisseurs krijg aangeboden. Dat klinkt raar, maar we snappen wat je bedoelt. Dat de namen genoemd worden van mannen. Dat is, inderdaad. Ja. En wat ik dan ook heel vaak hoor is, die vrouwen die kennen we niet, wat willen ze niet? En wat ik eigenlijk ben gaan doen over de jaren heen is elke vrouwelijke maker die ik ben tegengekomen die zegt, ik wil het heel graag doen, heb ik opgeschreven. En ik heb volgens mij dit lijstje ook met jou gedeeld op een gegeven moment. Want ze zijn er wel, maar ze zijn dus minder zichtbaar. Omdat ik denk ook over het algemeen Dat wordt een zelfvervulling prophecy op een gegeven moment ook. Beetje wel, ja. Ze willen het heel graag. En ik denk, om een film te maken is al best wel lastig. Je merkt ook dat veel vrouwen überhaupt worstelen met vanuit korte films de overstap te maken naar een speelfilm. Als vrouwelijke maker word je ook gewoon al vaak een beetje in een doosje gezet van vrouwelijke maker in plaats van filmmaker. Mm-hmm. Dus als je dan ook nog zegt, ik ben een vrouwelijke filmmaker die horror wil maken, dan zit je in een extra doosje, waardoor je ook andere kansen gaat mislopen. Ja. En dat merk je ook een beetje van als vrouw in de filmindustrie word je gewoon al heel snel geprofileerd binnen wat vrouwelijk is. En daarin loop je dus al kansen of werk mis. En het idee dat vrouwen minder horror willen maken of er niet naar kijken, denk dat dat ook ervoor zorgt dat we dus minder op zoek gaan naar de vrouwen die het willen maken. Terwijl ze zijn er dus wel heel erg. Maar vertel, we hebben nu hangend vel zitten. Ja, veel dus bloed. Het beroemde velletje is dit eigenlijk. Dus daar heeft iedereen het altijd over tijdens American Werewolf in London. Dus dat is één bungelend dingetje wat altijd terugkomt. Okay. Dus die hebben toegevoegd voor de echte filmfans. Nou. Nee, maar dit is een soort van ready to shoot, denk ik. Oh. Ja, heel mooi. En je hebt nog een ander shirt bij, hoop ik. Of dat niet? Ik had toestemming, dus hoe was het voor jou om... Hoe was het voor jou om daar te zitten en helemaal opgemaakt te worden? Ja, nou, wel ontspannen eigenlijk. Achteraf eigenlijk een beetje niks doen. Nou, je weet niet precies wat er gebeurt. Okay. Dus je ziet het nu een beetje van wat het effect ervan is. Maar je voelt de hele tijd eindeloos penseel dingen over je hoofd gaan en gedept worden en stukjes ingesneden of zo. Dus het is ook een beetje een horror ervaring. En hoe voelt het dan? Ja, ik zou het elke dag wel willen doen. Dat gaat in mijn routine. Nee, ik zou heel graag. Ik vroeg al hoe lang het erop blijft zitten. Dat lijkt me wel lachen om de kinderen morgen zo naar school te gaan.
ik denk dat je niet kunt gaan slapen dan. Maar hij zei net ook al van, je gaat niet zo naar het Leidseplein de tram pakken. Dat oh, nee. Ik dacht, oh, waarom niet? Rolf, bedankt. Ik wil de rest van de sprekers natuurlijk heel erg bedanken. Martin, jij bedankt. Je was een ster van de show vanavond die een hele avond aan tafel heeft gezeten. En natuurlijk ook de twee programmamakers Melody en Shane. Dank jullie wel. Techniek bedankt. Ja,